Welkom bij een nieuwe wiskundevideo. Vandaag gaan we het hebben over de oppervlakte berekenen van een parallelogram. En voor mijn leerlingen is het een toevoeging op boek Getallenruimte 2 VMBO Basiskader, hoofdstuk 5, paragraaf 4, die je kunt vinden op bladzijde 28. In deze video doen we drie dingen. Als eerste gaan we terugkijken naar hoe je de oppervlakte van een driehoek ook alweer kunt berekenen. Daarna delen we een parallelogram op in twee dezelfde driehoeken. En als laatste gaan we de oppervlakte van die parallelogram berekenen. We zien hier een driehoek. En we zien hier ook getekend een hoogtelijn. En die hoogtelijn hoort bij een zijde. En als we weten welke zijde bij deze hoogtelijn hoort, kunnen we de oppervlakte van die driehoek berekenen. De zijde waarbij de hoogtelijn snijdt, doet dat in een hoek van 90 graden. En dat is dus zijde EF. EF maakt een rechte hoek met de hoogtelijn die vanuit D naar EF gaat. Nu ik weet welke zijde en welke hoogte bij elkaar horen, kan ik gaan rekenen. Oppervlakte driehoek is een half keer zijde keer hoogte. Een half keer 8 keer 3,5 is 14. Dus de oppervlakte van deze driehoek is 14 vierkante centimeter. Dan gaan we nu kijken naar een parallelogram. En als eerste moeten we deze parallelogram op gaan delen in twee driehoeken. En als ik een lijn trek van linksboven naar rechtsonder, dan zie je dat ik twee driehoeken krijg. En die twee driehoeken, die haal ik even uit elkaar. Ik wil deze twee driehoeken alleen nog overhouden. En als ik één van die twee driehoeken even draai, dan valt je misschien al op dat deze twee driehoeken precies even groot zijn. Kijk maar. Dat betekent dus, als ik van één van de twee driehoeken de oppervlakte kan berekenen, dat ik dat ook van de andere weet. Dus als ik van één van de twee bereken en dan de antwoord keer 2 doe, dan weet ik het, de oppervlakte van de volledige parallelogram. Laten we dat eens gaan gebruiken. Als eerste maak ik van mijn parallelogram twee gelijke driehoeken. Ik trek een lijn vanuit B naar D. Dan ga ik even heel goed naar die driehoek kijken die ik net heb gemaakt. In die driehoek die ik net heb gemaakt gaat er een hoogtelijn vanuit D recht naar beneden. En die snijdt mijn zijde AB. En van die hoogtelijn weet ik dat die 10 cm is. En die zijde weet ik dat die 8 cm is. Dus kan ik de oppervlakte van mijn driehoek gaan berekenen. Die formule ga ik opschrijven. Daarna ga ik de formule invullen. Die uitkomst doe ik keer 2, want ik wil van allebei de driehoeken samen de oppervlakte weten. En als ze even groot zijn, kan ik gewoon keer 2 doen. En dan krijg ik mijn antwoord. Dus, oppervlakte driehoek is een half keer zijde keer hoogte. Daarna bereken ik van die driehoek ABD de oppervlakte een half keer 8 keer 10, dat is 40. Omdat de driehoek BCD even groot is, hoef ik mijn uitkomst van 40 maar keer 2 te doen, dat is 80. En dat betekent dat de oppervlakte van mijn parallelogram 80 vierkante centimeter is. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze wiskundevideo en ik wens je heel veel succes met de opdrachten. Mocht je nog meer video's willen zien van dit hoofdstuk, kun je op de afspeellijst drukken. Of misschien wil je gewoon een nieuwe wiskundevideo bekijken. Mocht je nou geen leerling van me zijn, maar heb je nog wel vragen, kun je een opmerking achterlaten. En dan probeer ik hem zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens je een hele fijne dag.